Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik moest me heel erg haasten, want Esme is van mij aan het wachten voor de deur. En wij gaan lekker samen op vakantie. Wij zijn inmiddels onderweg naar Eindhoven. En het is echt nog fucking donker buiten. Hij focust ook echt niet op het gevolg zo donker is. Het wordt wel steeds lichter nu al. Ja. Ik wou zeggen, ik heb echt heel erg veel zin in vakantie, maar ik ben nog niet helemaal wakker. Ik heb ook nog niet meer koffie gehad. En dat ga ik zo op Eindhoven gewoon even halen. En dan rustig wakker worden. Wij zijn inmiddels aangekomen bij Eindhoven. En het is inmiddels niet meer zo donker. We zijn nu even geparkeerd en dan worden wij zo opgehaald door een busje, I guess. Het is best wel lekker weer, hè? We hebben net gekeken. En het is hier nu gewoon al 20 graden. Ik heb het ook echt helemaal niet koud. Het lijkt een beetje koud, maar het is eigenlijk best wel lekker. We hebben allebei gewoon alleen een handbagage mee. Ik vind het echt zo rot. Ik ga het echt nooit meer doen. Ik heb echt ruim bagage nodig. Ik wil gewoon alles erin proppen en ik wil eigenlijk nog mijn laptop mee. Maar dat past er niet meer in, helaas. Het is niet eens afgesproken. We hebben gewoon dezelfde tas. Cute, hè? Besties for life. Ja, echt, hè? We hebben net kapot veel foto's gemaakt voor Eindhoven Airport. En we staan nu bij de Starbucks. We hebben graag een koffietje. En daarna moeten we eigenlijk gelijk door, want anders zijn we niet op tijd. Nu bij de Starbucks en ik heb een bagel met cream cheese uit de oven. Het is echt nog lekker warm. En ik heb nog een cappuccino. En ik heet hier Mirne. Heb je gezien hoe ik heet? Mirne. Nee, die is nieuw. Wij zijn inmiddels in Spanje. Het is hier echt super lekker weer. En wij hebben een auto gehuurd. Een Volkswagen Polootje. Zag ik net bij de balie staan. Dat was echt een super lange rij. Want er is een actie blijkbaar of zo. En aan een balie smeren zie je dan echt een dubbele verzekering aan. En zo hebben wij niet gedaan. We waren heel goed verzekerd. Ik ben nu aan het wachten op SP. Want ik ben nu al onze spullen hier. En is meestal onze auto eigenlijk aan het zoeken. En als ze zo terug is, moeten we weer opnieuw in de rij staan. Ik heb wel echt heel erg last van deze oor. Bij de landing heb ik het altijd. Dus deze is een soort van dicht. Ik hoor mezelf heel erg goed praten, maar anderen niet. Dus ik ga denk ik ook zo even een olie halen voor mijn oor. Wij hebben eindelijk onze auto! Finally! En we zijn in fucking Spanje. Zal ik misschien even remmen of niet? Ja, doe maar even. Tyfus. Woehoe! Wij zijn aangekomen bij het huisje. We zitten hier trouwens niet met z'n tweeën. We zitten met de ouders van Esme en de vrienden daarvan. Dus ik ga hier niet heel veel vloggen. Alleen mezelf natuurlijk. Maar het ziet er echt heel erg leuk uit. Kijk. Het is onze kamer. Ik ben mijn spulletjes hier aan het uitpakken. En even kijken. Dit is een tweede woonkamer. Daar hebben we er meerdere van. En heel veel kamers. Het is echt heel gezellig. Kijk het hoekje. How cute. Misschien geef ik nog een rondleiding. Maar ik weet niet of dat heel erg gaat lukken. Want we zien hier natuurlijk meerdere mensen. Maar ja, we zijn aangekomen. En ik heb eigenlijk wel zin om te zwemmen. Goedemiddag alweer. Ik heb in de ochtend niet kunnen vloggen. Wij hebben eigenlijk de hele ochtend gezwommen. Kijk. Super gezellig hier. En dit is het zwembad. Wij gaan zo even naar Girona, naar het centrum. Dan gaan we daar ons lekker vermaken. We gaan er lekker Spaans eten. En Esme is nu naar een koeien aan het kijken. Ik zat net even te zoeken naar goede licht. Maar ik heb hem denk ik... Ik heb net mezelf even opgemaakt. Mijn haren gedaan. Ik heb dit outfitje aan. Dit is van Pretty Little Thing. En dit topje is van een Zara. Het ziet er echt heel cute uit. En wij gaan zo even naar Girona City. Even deze bananen opeten. Weer? Ja? Zwarte zonder. Even kijken voor je. Dit is trouwens onze huurautootje. Zonder wieldop. Wij zijn inmiddels aangekomen bij Girona City. En we zitten nu echt bij zo'n heel leuk tentje. Esme heeft echt haar liedjes gedaan op Google. En deze stond op nummer 8. Van alle restaurants. Ja. En het is echt een heel schattig tentje. Dat je allemaal zo ziet wat we allemaal gaan eten. Vandaag op de planning. We gaan nu eten. Iedereen slaapt nu eigenlijk. Iedereen houdt nu siesta, toch? Ja, ja. En rond 4 uur zijn ze wakker. Dus wij gaan nu eten. Want het is nu al rond 3 uur. En dan gaan we echt de stad verkennen. Dus we gaan naar een Arabische badplaats. We gaan lekker foto's maken. We gaan gewoon de hele stad eigenlijk verkennen. That's it. Wat
En zij zat ondertussen mij gewoon te filmen. Heb jij een foto gemaakt of een boomerang? Nee, je filmt die met geluid. Laat zien. Hij gaat stuk, zo leuk. Sla hem op, sla hem op. En ik ga lekker water drinken. En Esmee heeft een wijntje nu. Gracias. Okay. Thank you. Caliente. Caliente? Oké. Caliente is heel erg heet. Oh echt? Dan moet ik even oppassen. Wauw. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Daar komt mijn visje. Oh, dat ziet er zo goed uit. Niet normaal. Thank you. Oh, ik moet even Spaans gaan praten hier. Gracias. Wat heb jij? Lam, maar dit ziet er echt niet normaal uit. Man. Dit is lam. Lekker. Wow. Ik ben echt benieuwd, man. Ik ook. Gracias. Thank you. Ik heb een latte macchiato. Ik had hier echt zoveel zin in. Ik heb trouwens net deze parfum opgedaan. Die heb ik van Nes gekregen. En die is zo lekker, maar hij is ook super handig. Het is echt zo mini. En hij past gewoon echt perfect in je handtas. Nou, we hebben het echt heerlijk gegeten. Dus kijk één keer hoe cute dit is. We hebben hier net echt heel veel foto's lopen maken, maar dit is echt cute. En met dit achtergrond. Love it. Ik wist in een kaartje te kijken en dit is dus de Arabische badplaats waar ik het net over had. Het ziet er echt zo mooi uit. Kijk, hier heb je hem groter. Kijk hoe mooi. Ik ga deze gewoon halen. Nee, ik wil eigenlijk zo'n magneetje. Nee. Oh, ik wil zo'n magneetje. Oh ja, dat koop je altijd. Ja, ik wil een magneetje. Dus dit is mijn magneetje. Ik ben hier echt blij mee. Kijk hoe mooi. Wij hebben hier net ook foto's lopen maken. En wij zijn nu onderweg naar Sephora. We hebben eindelijk een Sephora gevonden. Ik ga meteen hier naartoe. We zijn nu bij de Zara en Zara is hier echt een stuk goedkoper. Ik heb een paar leuke dingetjes gezien, die ga ik nu passen. Kijk, dit tasje. Ik vind het echt zo mooi. Ik heb hier Onmin geshopt. En ik ben echt super happy. We zitten nu hier aan het terrasje. En wij gaan even een drankje bestellen. Maar dit is allemaal alcohol en dat willen wij helemaal niet. Dus we moeten even een andere kaart vragen. Ik heb een gekke milkshake of zo. Ja? Oké, dit is mijn cocktailtje dus. Zonder alcohol. En dit is Esmee's cocktail. Die heet Splash. Splash! Het is inmiddels donker. Ik heb echt kapot veel geshopt. Voor mijn doen. En we zijn nog steeds niet naar huis gegaan. Wij zijn net klaar. Met een dagje winkelen. We hebben echt lekker gegeten. Ik zit helemaal onder de muggenbulten. Oké, we moeten Ik heb echt overal jeuk. Nee, mijn moeder die is prik weg. Echt? Ja. Ik maar heb weet je echt een stuk of acht. Of ja? We de weg gaan vinden terug met 15% batterij. Oh ja, dat heb ik nog niet verteld. We hebben dus allebei, ik heb 18% batterij. En jij hebt hoeveel procent? 16%. En wij moeten nog terugrijden. Dat duurt ongeveer nog een half uur. En we hebben wel de navigatie nodig. Dus ik hoop het een beetje gaat lukken. Weet je wat ik wel echt... muziek gaat gewoon aan. Random. Weet je wat ik echt nodig heb? Nou. Drinken. Jij niet? Ik heb echt heel erg dorst. Valt nog wel mee, maar dan gaan we drinken. Zo, ik was net aan het vertellen dat we een heel geslaagde dag hebben. We heel lekker hebben gegeten. Oh, dat heel veel heb geshopt en Esmee eigenlijk niet. Toch, Es? Nee, ik heb alleen maar... Ik heb echt kalm gedaan vandaag. Ja, maar jij gaat morgen los. Ja. Morgen gaan we dus naar een outlet, want... haar vader had dus een outlet gevonden voor ons. En daar gaan we dus morgen heen. En Esmee is echt van plan daar heel veel geld uit te geven. En ik niet. En ik heb vandaag gewoon geshopt. Gewoon rustig aan. Ik ben helemaal verkeerd aan het rijden. Nee, sortie daar. Zou je om in Spaans gereden? Ja, ja. Ik let goed op hoor. Maar daar gaan we dus morgen heen. Wat is eigenlijk morgen de planning? Gaan we dus naar een outlet en dan? Ja, want die is wel een stukje verder. Ja. En we komen in principe weer langs. We zijn vergeten langs het Arabische badhuis. Had je dat al verteld? Oh, ja, wij wouden dus naar de Arabische badplaats. Echt super mooi. En badhuis, badplaats. Ja, het is ongeveer, badplaats klinkt als een soort strand. Ja, is ook zo. Ja, het is eigenlijk een badhuis. We morgen weer buiten lunchen? Ja, ja, ja. Oké, ik heb wel weer zin in zo'n. Wat we zo iets nu, van hè? Vandaag zeggen. Ja, dat is goed. Beetje ik moet een bocht nemen en jouw camera gaat vallen. Ja, we hebben vandaag heel culinair gegeten. Echt. Gewoon andere soort dingen dan ik zeg maar normaal zou eten. Ik heb bijvoorbeeld als toetje heb ik wat heb ik ook weer gehad? Van die speciale meloen in munt gegarneerd.
Het is zo apart, maar het was wel heel lekker fris. Nou, jouw voorgerecht dan? Mijn voorgerecht. Was traditioneel uit deze streek, hè? Ja, het was eigenlijk een soort van vis. Gekarameliseerde vis was het. Ja, ja, dus zij kan het veel beter uitleggen dan ik, want die vrouw kwam naar ons toe en legde ons uit. Oké, wat allemaal op de kaart stond, zeg maar. En ik zei daarna tegen Esme, ja, ik snap hier echt helemaal niks van. Weet je? Salade met peer en blauwe kaas. Ja, dat snap ik echt niet gewoon. Maar ik heb wel lekker gegeten. Verrassend genoeg heb ik heel lekker gegeten. Zo, dat is echt goed. Die lam van mij was niet. Ja, haar lam was ook echt heel erg lekker. Hebben we van genoten. We gaan nu naar huis. Ik hoop dat we ergens onderweg drinken kunnen vinden. En daarna ga ik even misschien uitpakken voor jullie wat ik allemaal vandaag heb gekocht. En daarna ga ik lekker douchen en slapen, denk ik. Dat is de planning voor nu. Goedemorgen. Esme is mijn neus aan het contouren, maar ik ben dus vergeten om de vlog van gisteren af te sluiten. Dus dan ga ik bij deze doen en dan open ik een nieuwe vlog. Nou, bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog.